Zo, nou wat leuk. Dat je heel leuk. Je zit meteen in de uitzending. Oh, zit ik gelijk in de uitzending? Ja, dat is het leuke. Dat, spannend. Dat heb je bij het journaal niet. Zou je telefoon een slag kunnen draaien? Want dan hebben we breed beeld. Oh, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik zit op mijn laptop. Ja, dat weet. Mark weet dat. In je eigen plaatje zit, als je de muis erop gaat, een bolletje. En dan gaat die breed beeld, als het goed is. Ja, en dan doe ik het ook. Zo, nou. Oh, ik wist niet eens dat dat kon. Ja, dat is heel handig. Ik ga wel een foto maken, want ik zit nu gewoon met live in de uitzending. Ik vind het toch wel erg leuk. Ja, dat is we hebben ook een... ja, dat is leuk. We hebben ook, het is ook een extra uitzending die we nu maken, eigenlijk. Ah, vanwege de Keti Koti. Ja, Keti Koti, maar ook vanwege Kaag Koti. En ook vanwege dat we er zin in hadden om ineens live te gaan. Want bij de publieke omroep kan het dat niet, bij de commerciële ook niet. Maar wij via YouTube, we hebben meer dan 150 uitzendingen gemaakt. Dat is wel het nadeel dat hij nu vastloopt. Oh. Ja, ik hoor je wel. Ja, nu ben je weer terug. Je hoort mij wel. Ja, okay. Was even de verbinding minder. Maar jij was bij Keti Koti vanmiddag. En het was heel aangrijpend. Ik vond Kasia ook aangrijpend eigenlijk, Kasia Olgerin. En Femke Halsema, die moest haast huilen eigenlijk. Hè? Ja, aan het einde. Emotie aan het einde. En wat ik denk dat dat voor heel veel mensen gold. Ik sprak na afloop ook John Leerdam, oud-Kamerlid van de PvdA, Kathleen Ferrier, ook van het CDA. En iedereen was heel erg geëmotioneerd, want het is zo'n moment waar ontzettend veel mensen jarenlang voor hebben gestreden. En het gaat nu specifiek over Amsterdam. En de hoop is natuurlijk dat bij heel veel mensen dat landelijke excuses worden. Maar het is eindelijk erkenning. En ik merk dat ik ook aan mezelf. Natuurlijk zit ik daar heel erg neutraal van de NOS. Maar het gaat toch over mijn voorouders. Ja. Het gaat toch over mijn familie. Ik ben ook een nazaat van tot slaafgemaakte en marons die het binnenland zijn ingevlucht. Dus ja, het voelde ook toch ook wel heel erg persoonlijk. Dus ik snap die emotie heel goed. Want ik heb dat zelf toch ook wel... Moest ik ook wel even slikken. Want heb jij ook onderzoek gedaan naar jouw voorouders? Nee, nog niet. Ik ga in september, als het goed is, doe ik mee aan het programma Verborgen Verleden. Oh, wat dus, leuk. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daar uitkomt. Er zijn wel familieleden, met name van mijn moeder, die daar heel erg mee bezig zijn. Dus er zijn wel wat sporen. Maar hoe het precies zit, dat weet ik eigenlijk nog niet. Net als veel mensen met mij. Maar ik ben nou ontzettend benieuwd naar wat er allemaal uit gaat komen. Ja, nou, ik heb er ook al mee gedaan. Het zijn ontzettend goede mensen. Goede cameraploeg ook. Je kan ze totaal vertrouwen ook. Want er is ook eentje geweest, ook in Verborgen Verleden volgens mij, die waarvan de ene voorouder slavendrijver was en de andere juist slaaf. Eigenlijk. Ja, dus dat heb je natuurlijk ook nog. In het verleden waren mensen die inderdaad zelf ook de slaven verkochten vanuit Afrika. Dus die geschiedenissen heb je natuurlijk ook. En daar kan het natuurlijk ook in uitmonden. Maar het probleem is wel dat er natuurlijk relatief weinig documenten overgebleven zijn. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Het stopt eigenlijk in Suriname. Je hebt natuurlijk wel wat papieren, maar... Dus daar ben ik wel benieuwd naar wat ze dan daaruit weten te destilleren, welk verhaal. Ja. Maar dat maakt al met al, maakt dat vandaag en die excuses, dat toch ook voor mij toch wel heel bijzonder was. Ja, en wanneer ga je beginnen met andere tijden, met Verborgen Verleden? Ja, als het goed is, is natuurlijk corona in Suriname, dus het wordt steeds uitgesteld. Dus we zullen zien wanneer dat zal zijn, maar waarschijnlijk ergens in september, oktober. Maar dat hangt nog een beetje van de actuele situatie daar af. En heb je je emotie dan onder controle? Daar bedoel je? Ja. Nou, dat zullen we zien. Ik hoor van iedereen, oh, je gaat huilen. Iedereen huilt in dat programma. Ik denk dat ze zijn zo goed dat ze je wel weten te manoeuvreren in die situatie. En er zit natuurlijk ook heel veel emotie. Ik sprak
ook na de uitzending. Of vanavond hebben we ook nog een uitzending direct na Nieuwsuur. Die hebben we na de herdenking opgenomen. En ik sprak met de voorzitter van die dialoogcommissie, hè, die dat rapport hebben geschreven over het slavernijverleden, hoe dat nu nog doorwerkt. En die zei ook vooraf, nou, ik ben altijd vrij nuchter en ik ben in Nederland opgegroeid door een Nederlandse moeder. Mijn vader heb ik nooit goed gekend. Maar toen die excuses werden uitgesproken, werd ik ineens zo emotioneel. Oh, God. En ze zei van, ik had niet verwacht dat het me zo zou raken. Weet je wel, ik ben altijd heel, to the point en we gaan het gewoon doen. En toen het kwam, en dat had ik dus zelf ook. Ja, het raakt je, omdat het is zoveel leed en je kent de verhalen. En als iemand dan gewoon zegt, sorry. Het is een erkenning ook voor wat er gebeurd is. Dus ik denk dat wel voor heel veel mensen speelt op dit moment. Maar misschien ook vanwege de polarisatie in de maatschappij. Nee. Voor mij persoonlijk heeft dat niet met de polarisatie gemaakt, maar puur met het feit dat die geschiedenis erkend wordt. Ja. Erkend wordt, oké, dit is gebeurd. Dit zijn de wreedheden. We hebben het onderzoek in Amsterdam gehad. Rotterdam, Utrecht, Den Haag komt eraan. Je ziet ook dat steeds meer steden denken, wat was nou onze rol hierin? Wat hebben wij nou bijgedragen? Het is gewoon een gedeelde geschiedenis. Het is niet alleen mijn geschiedenis, het is onze geschiedenis. En je merkt dat steeds meer witte Nederlanders ook daarvoor openstaan. En gewoon willen horen wat die geschiedenis inhield. En het gaat helemaal niet over, ben jij nu nog schuldig 200 jaar na dato? Dat is niet de issue. Het gaat meer over, wat zijn de verhalen die verteld moeten worden? En aandacht daarvoor. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Maar dat vond ik ook wel goed hoe Kasia Olgrin ook vertelde hoe slaven gebrandmerkt werden. En ook met de precisie dat er eerst olie over de huid en dan dat en het dan beter, en dan, ja, dat dan beter pakt of zo. Dat je die gruwelijkheden, dat die zo nuchter verteld werden. En daarna Femke Halsema, die ook niet maar zomaar een burgemeester is, maar ook heel bevlogen en ook meeleeft en haar emotie nauwelijks onder controle had. Dat speelt misschien ook wel een rol, dat je de oprechtheid ook van de sprekers voelde. En ik denk ook dat het heeft natuurlijk ontzettend lang geduurd, maar het is heel belangrijk dat als je excuses uitspreekt, dat je het echt diep in je hart meent. Ja. En dat zag je nu wel, denk ik, bij Femke Halsema, dat ze het echt voelde en meende. En dat is natuurlijk een heel lang proces voordat je dat daadwerkelijk uit kunt spreken. En ja, het voelde nu natuurlijk. Het voelde niet gedwongen. Ze hoefden het niet te doen. Ze hebben het onderzoek afgewacht. Het onderzoek was glashelder. Als je dat leest, het is helder wat de geschiedenis van het Amsterdamse stadsbestuur was. En dus dat maakt dat het ook, denk ik, ingrijpt. Omdat je voelt, het is echt oprecht en het is gemeend. En ik denk dat het voor mij als nazaat in deze, dan spreek ik niet als presentator van Nationaal, maar echt gewoon als nazaat, dat daardoor toch wat steviger binnenkomt. Ja, en je hoeft het journaal vandaag niet te presenteren. Nee, vandaag staat echt altijd, 1 juli staat altijd in het teken van die uitzending. We hebben altijd de live uitzending 's middags en dan 's avonds een soort terugblik uitzending. Die hebben we nu al opgenomen. Dus dan hoef ik vanavond niet te werken. Nee, het weekend pas weer. Ja. Want zou je dan wel je emoties onder controle kunnen jawel houden? Hoor, ja. Nou, ik zorg, mijn emotionele moment heb ik dan vooraf. Als je dan weet, oké, het gaat komen, dan heb je even. Maar in het moment zelf kan ik gewoon heel zakelijk het gesprek voeren. Daar leer je ook wel mee omgaan met je emotie. Ja. Ja, maar als je het journaal leest, zeg maar, en je komt, ja, het is een klassieke vraag natuurlijk, en je moet iets verschrikkelijks vertellen. Of dat er gewoon ontroering bovenkomt. Dat kan onverwacht binnenkomen, want je bent een gevoelsmens. Dan mag je dat laten blijken, toch? Ja, niemand zit erop te wachten dat ik snikkend daar de autocue sta voor. Er kan niemand verstaan wat ik zeg, want ik huil nogal lelijk. Oh ja? Hoe dan? Er zit helemaal niemand op te wachten. Maar ik denk wel dat je kunt wel door een oogopslag kun je al laten zien. Of door even een kleine pauze van, dit komt ook bij mij binnen. Ja. En ik heb ook wel, alweer een hele tijd geleden, kan ik me nog herinneren, had ik een uitzending op zaterdag was dat. En ik kwam binnen, niks aan de hand. En er was een onderwerp over de Syrische, de witte helmen. Weet je wel, in Syrië, die redden dan kinderen bijvoorbeeld uit gebombardeerde gebouwen.
En ik had die reportage nog niet gezien. En het was een reportage over een van die witte helmen. Die had net een babytje gered uit een gebombardeerd gebouw. Die zat in de ambulance en die man die barst werkelijk in tranen uit. En hij zit helemaal onder het veld, het babytje huilt. En nou, ik was echt helemaal van me apropos. Maar ik zag over 20 seconden moet ik weer. Nou, dan gaan we nu naar het weer. Dus dan moet je dat toch even verwerken. En even, even wegkijken. Dat is dan wat ik doe. Dan kijk ik even weg. En en dan kan ik gewoon weer verder. Maar dat zijn wel. Ja, daar leer je ook wel mee omgaan met die emotie op beeld. Ja, terwijl de mensen thuis natuurlijk wel verwachten dat je. Dat je niet langs je koude kleren Nee, precies. Gaat. Dus het is wat ik zeg. Je kunt met een kleine pauze of even dat je even naar het beeld, naar het scherm nog kijkt. Of dat je even laat zien van dit was wel, wel heftig. Ja. Dus dat is... Maar niet dat je zelf helemaal geëmotioneerd raakt. Want ik denk dat dat niet nodig is. Maar dat jij lelijk huilt, hoe... Ja! Maar, je wil nu leren Wat is dat? Maar ik voel me nu niet als een huiler, dus ik kan het nu niet tonen. Mezelf, hè, misschien huil ik wel heel vinden mensen het heel aandoenlijk. Maar het is meer schreeuwend huilen dan snikkend huilen. Nee, niet schreeuwend. Oh. Ik schreeuw. Nee, maar gewoon, het is allemaal. Hè, het gezicht gaat natuurlijk in een bepaalde grimasse. Ik ben een hele treurige huiler, ja. Oh, maar het lijkt me juist heel mooi. Dat lijkt me niet lelijk. Dat lijkt me maar ik vind het zelf, ja. Zeer aangrijpend. Je wil het zelf. Voor jezelf is dat natuurlijk lelijk, omdat je die emotie niet onder controle hebt. Juist, terwijl ik denk dat anderen is. Denken, wat is het toch een schat en wat een gevoels. Ik denk het. Mens. Ja. Ik denk dat het is. Ja. Maar vanavond ben je vrij dus dan kan je het ook verwerken. En je bent een beetje opgelucht, dus eigenlijk wat je al zei. Het is opgelucht. Ook dat het daadwerkelijk is uitgesproken, want iedereen verwachtte het natuurlijk. En dan komt het daadwerkelijk. Heel veel emotie. Tegelijkertijd ben ik natuurlijk ook gewoon met de uitzending bezig. Wie hebben we daarna? We moeten daarna nog een hele terugblik uitzending maken, dus... Daar ben je dan ook gewoon heel erg puur met je werk bezig. Maar we waren allemaal heel erg tevreden. Ook gewoon de redactie en de collega's. Van iedereen zag, dit was echt een historische dag. Dat voel je dan. Hè? Je weet gewoon, dit is een moment voor in de boekjes. Dat de allereerste keer dat de burgemeester van de hoofdstad van dit land excuses aanbiedt voor alle wreedheden die toch ook mede door dat stadsbestuur in de tijd zijn aangedaan. En... dus dat vergt even voor de verwerking. En dan hebben we nog uitgebreid nagepraat. En natuurlijk ook, ik doe dit nu volgens mij voor de 6e keer of zo. En je ziet ook een ontwikkeling, ook in die herdenking. Want de allereerste keer dat ik dit presenteerde, stonden we in een klein hoekje. Er was nauwelijks aandacht voor. Het was een beetje, ga je de herdenking doen? Totaal, niemand was geïnteresseerd. Nee, het is toch niet 4 mei of zo? Nee, dus iedereen dacht, tuurlijk. Dan gaan jullie maar in dat Oosterpark een beetje een herdenking uitzending doen. En je ziet naarmate de tijd vordert en ook activisten die lieten steeds meer van zich horen. Het onderzoek kwam en de tijdgeest, je zag de tijdgeest echt veranderen. Dat vond ik ook wel mooi. En vandaag kwam dat een soort... apotheose bijna, van het feit dat er steeds meer mensen, ook witte Nederlanders, die kwamen voor corona ook naar de herdenking toe. Dus je ziet gewoon hoe die tijdgeest verandert. Dat vind ik ook heel mooi om mee te maken. Nou, maar dat was het ook. En ook de beelden van het monument ook kwamen ook heel prachtig over. Ja. Het was een hele aangrijpende uitzending en een aangrijpende herdenking op die manier. Zeker. Ja, nou, Simone, rust lekker uit. Had jij nog een vraag? Ja, ga ik doen. Nee. En Mark... Ja, is dat behang achter je in die patronen met dat geschilder? Of heb je dat zelf geschilderd? Dat is geschilderd? Behang. Oh, dat is mooi. Behang. Is dat en ik heb ook nog een heel mooi bankstel, zie je? Oh, ja. Een beetje in die kleur. Ja. Dan hebben we ook een beeld van je huis. Van mijn huis. Weet je, dat ik nooit iemand in mijn huis laat. Dus ik vind het wel geestig dat jij nu het primeur hebt bij TroostTV. Ja. Met een lelijke huiler bij TroostTV. Hartstikke leuk. Een lelijke huiler, mooi behang en lieve vrouw. Hartstikke leuk. Nou, heel veel succes met de uitzending. Ja, bedankt en tot de volgende keer dan. Ja, graag. Zeker. Dag, Simone. Dag.